René van der Gijp heeft onlangs een opmerkelijke onthulling gedaan tijdens zijn wekelijkse podcast Kieft Jansen Egmond Gijp. In dit programma, waarin Wim Kieft, Rob Jansen, Michel van Egmond en René van der Gijp op geheel eigen wijze de wereld van het topvoetbal bespreken, nam de voetbalanalist een onverwachte wending door zijn ambities in de seksindustrie te openbaren. Tijdens een gesprek over de zakelijke stappen die anderen in de voetbalwereld zetten, verraste René zijn mede-presentatoren door voor te stellen samen een seksclub te kopen. Met een knipoog naar de huidige marktcondities merkte hij op dat dergelijke gelegenheden momenteel niet al te duur zijn. De anekdote nam echter een nog interessantere wending toen René enthousiast vertelde over een vergelijkbare kans die hij in het verleden had gehad, maar dan voor een paaldansclub. In zijn jongere jaren, toen René nog voor het Nederlands elftal speelde, bracht hij uren door in zo'n etablissement. De voetbalanalist deelde zijn ervaringen en herinneringen aan deze bijzondere periode in zijn leven. Het lijkt erop dat René niet alleen affiniteit heeft met de wereld van voetbal, maar ook met de intrigerende sfeer van de seksindustrie. Deze onthulling van René van der Gijp voegt zeker een onverwacht element toe aan de podcast, waar normaliter de wereld van het topvoetbal centraal staat. Het is duidelijk dat de mannen niet schuwen om buiten de gebaande paden te treden en ook controversiële onderwerpen aan te snijden. Eerder hebben René van der Gijp en Johan Derksen al bekend gestaan om hun ongezouten meningen. Zoals te zien was toen ze de kaartverkoop van het Ahoy-concert van André Hazes bespraken in een eerdere aflevering van Vandaag Inside. Het blijft interessant om te zien hoe René's nieuwe ambitie in de seksindustrie zich zal ontwikkelen en welke reacties deze onthulling zal oproepen binnen zowel de voetbalgemeenschap als onder de luisteraars van de podcast. De combinatie van sport, entertainment en persoonlijke openhartigheid maakt deze podcast duidelijk tot een onvoorspelbaar en boeiend luisteravontuur.